Ik ben Maurits Eveling van de combinatie C&M Eveling uit Gouda. Ik speel met mijn vader Kees. Wij spelen sinds 2006 combinatie. Wij zijn dat jaar ook duiven aan gaan schaffen. Van onder andere Willem de Bruin, Karsten van der Wouwer en Maurits Hazendonks. En ik mag wel zeggen dat we zeker geslaagd zijn met de duiven van Willem. We zijn begonnen met samenkweken met Willem. We hadden Olympic Sharon en hij had datzelfde jaar Olympic Hurricane. Die hebben we op elkaar gezet en daar is weer het voortgekomen Olympic Vroom. Dus dat pakt eigenlijk gelijk allemaal hartstikke goed. De hoogtepunten van de laatste jaren zijn Olympic Sharon. Die was Olympiadeduif in 2011. Eerste categorie G, de beste van Nederland en de tweede beste van de wereld. En zij was ook in 2010 als duif allround van de best of the best. Haar zoon Olympic Vroom, het Olympiadeduif 2013. En dan hebben we nog een hoogtepunt, eerste NPO, Nantou. Dat was in 2011. We staan hier voor het vlieghok. Hier in het begin ziet hij twee afdelingen voor de jonge duiven. In het midden de duivinnen en daarachter de wedernaars. Nou ja, zoals u ziet is het niet heel groot hier, maar het gaat om goede duiven, dus dat is het belangrijkste. Ik sta hier in het duivinnenhok. Nou ja, zoals u ziet zitten ze hier de hele dag achter het rek. En ja, twee keer op een dag mogen ze naar buiten voor een uur voor de dagelijkse training. Ja, ik haal ze binnen bij de doffers. Dus gewoon roleren. En dan mogen de doffers weer vanuit de dive naar buiten. Hier zit die Olympic Sharon. Onder andere moeder van Olympic Vroom, zelf Olympiade duif Poznan 2011. Eerste allround the best of the best. Deze duif heeft ons wel heel groot gemaakt. Onder andere natuurlijk zoon Olympic Vroom en ook heel veel kleinkinderen en achterkleinkinderen die nu ook weer topprestaties leveren. Zowel bij ons, maar ook bij andere liefhebbers. Hier ziet u mijn vader met Olympic Vroom. Was Olympiadeduif 2013 in Nitra. Hier ziet hij de eerste NPO Nantou. Eerste NPO afdeling 5 rayon Oost van ruim 11.000 duiven. En ook snelste van de gehele lossing van ruim 22.000 duiven. Deze duif is ook vader van Yaomi. Yaomi vliegt vorig jaar 2013 in eerste van de gehele lossing per ronde. Van ruim 28.000 duiven.